De echte vader van verdachte Cynthia mishandelde in het verleden haar moeder. Dat zorgde voor veel problemen in haar jeugd. Cynthia dacht dat haar stiefvader Harry haar moeder ook mishandelde en besloot in te grijpen. Ik ben altijd een heel bange vrouw geweest. En ik heb ook meerdere malen tegen Cynthia gezegd van, Cynthia, ik ben heel erg bang. Cynthia die heeft dat op een andere manier aangenomen van mij. Die dacht van, mijn moeder wordt weer mishandeld. Die gaat weer dezelfde kant op. En dat wil ik niet. Toen ik dat hoorde, ja, toen ben ik daar heel erg van geschrokken. En ja, ik heb eigenlijk alles in beweging gesteld om er eigenlijk achter te kunnen komen wie en wat en hoe het eigenlijk allemaal in elkaar zat. Frank Mikkers uit Den Haag werd nieuwsgierig en voerde via internet gesprekken over de liquidatie. Hij dacht dat het een grap was, maar nadat hij €500 had ontvangen, schakelde niet de politie in. Ik ben ermee naar hoge hand gestapt, omdat elke burger is toch verplicht dat als er iets gaande is, dat er toch actie moet ondernomen worden. Want had ik het nou dus niet gedaan, wat ik dus ook niet zou doen, dan had ik het ook niet gedaan, sowieso niet, dan was er wel iemand anders geweest die het gedaan had. Ook al wilde zijn stiefdochter hem dood hebben, stiefvader Harry is niet kwaad op Cynthia. Integendeel. Cynthia is een meisje wat echt heel erg naïef is, wat heel veel heeft meegemaakt. Ik heb in het verleden heb ik eigenlijk hetzelfde meegemaakt wat eigenlijk Cynthia nu doorstaat. En daarom wist ik eigenlijk de gevoelens van Cynthia tegenover mij eigenlijk als stiefvader zijnde. En ja, ik zou eigenlijk in dat stadium wat Cynthia dan eigenlijk dacht, zou ik hetzelfde gehandeld hebben. Cynthia is half juni in de gevangenis bevallen van een baby. Voor moeder Rian een hele wrange manier om oma te worden. Ja, een heel trieste manier. Heel erg vind ik dit. Het is mijn dochter en het blijft mijn dochter. Cynthia zit sinds half april vast. Maandag moet ze zich verantwoorden voor de rechter.